We staan hier op de Schipholweg in Haarlem bij het SO tankseizoen. Het is heel erg koud en het regent een heel klein beetje. Het is zondag en het is grijs. We gaan, als het goed is, naar richting Sittard, naar Schinveld. Waar ze dus bos willen gaan kappen voor militaire doeleinden. En er zit een heel bos vol met activisten, als het goed is. Allemaal boomhutten en heel gezellig en zo. En een beetje warm ook, hoop ik. Maar we gaan proberen daar te komen en we hebben er niet veel vertrouwen in. Maar we gaan het proberen. Het is hier trouwens verdomde leeg. Deze heeft een kindje. Die zit ook vol. Ja, hier gaat hij gelijk links bij de stoplichten en dan is hij thuis. Bagger! Waar staat Wouter? Daar. Sommige mensen kijken hier zo raar aan. Cruciale fout als je probeert te liften. Eerst laten weten waar je heen gaat en dan vragen waar ze heen gaan. Just a mirror for the sun. Hier proberen. Yay! Utrecht. Oh, dat is mij. Voor militairen. Ah ja, dat heb ik ook gelezen inderdaad. Het zelf ook gedaan? Ja, tenminste op vakantie. Gewoon een leuke manier van reizen ofzo. En? Vond je het leuk? Hoe was dat? Jouw maag. Ik voel het helemaal in mijn broek. Ja, hè? Leuk, fan. Ja, absoluut. Doen ze dit al lang? Waarom doen ze dat? I mean, I understand with Schiphol, you know, there, people lived there, and then the airport came, you know, and it became bigger. But, you know, like these other places, I mean, the airport was there first, you know. I vond het echt wel leuk. Ja, ik ook. En de zon schijnt weer. Echt fantastisch. Zit je goed, pa? Echt helemaal één met alles. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow, I see just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Het was de bus vanuit Sittard naar Rutsum, toch? Ja. Ik weet het niet. Er heeft iemand in de hand. Somebody! Somebody on the street. He's smiling at us just a mirror. Yeah, here. You're smiling at us just a mirror. Yeah. 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 Is het vliegveld? Ja. Het zijn de lampjes voor het landen. Oké. We zijn er. Ik ga even contact leggen. Komt ook een kijkje nemen. Ja. Een goede actie. Kom eens een einde komt aan die rotvliegtuigen. We moeten Wouter even gaan inhalen, denk ik. Want op het internet hoor ik wel eens dat mensen daar dan over klagen. Als je goed kijkt, zie je bijvoorbeeld waar die touwen vastzitten aan die boom. Overal waar touwen of houten balken tegen een boom aan zitten, daar hebben wij afgeschermd met tapijten. Zodat als die boom gaat bewegen, die beschadigt niet. Hebben jullie hier werk? Of, Het is moeilijk. Het grootste deel van de groep is student. Ja. En dan meestal zitten ze op een opleiding waar ze het wel even kunnen maken om een paar dagen ertussenuit te gaan. Dat kan. En degene van jullie die werkt? Ik werk er, dus ik ga vanavond terug naar huis.
in Tilburg. En dan ga ik de hele week werken en ik hoop dat ik als ik hier vrijdagavond weer aankom, dat er dan nog iets te doen is. Nou, je bent knap van Jozef. Er zijn er ook een paar die geen werk hebben en die daarvoor gekozen hebben. Die doen dan bijna altijd wel vrijwilligerswerk. Die werken in een, met vluchtelingen of met daklozen. Maar krijgen jullie dan ook een uitkering? Of nee, toevallig van de week een keer rondgekeken en er was er precies één van de 15 mensen die er toen waren die een uitkering heeft. Dus het is een vooroordeel wat mensen vaak hebben inderdaad. Ja, ja. Maar het, ik heb een beetje ervaren de afgelopen jaren dat ik er al mee bezig ben, dat juist de mensen die ervoor kiezen om vrijwillig in zo'n bos te gaan zitten in de kou en dingen, dat zijn de actieve mensen. Dat betekent vaak dat die door de week ook een actief leven hebben. De NAVO die heeft dus zijn zinnen gezet op dit stukje bos. Dit ligt in Nederland, die NAVO-basis ligt in Duitsland. En die zijn dat aan het uitspelen. Die hebben het eerst gewoon hier in Nederland bij de gemeente Schinveld gevraagd. Van kunnen jullie die bomen kappen? Nou, in Nederland is het zo geregeld. Een burgemeester en wethouders, die bepalen of bomen gekapt mogen worden. Die geven een kapvergunning. Alle politieke partijen ter plekke, alle actiegroepen, inclusief burgemeester en wethouders, zijn erop tegen dat die bomen gekapt worden. Dat hebben ze 10 jaar volgehouden. Ja, dat is al lang bezig. Dat is al heel lang bezig. De actiecomité van de lokale bevolking bestaat al 20 jaar. De Amerikanen beginnen dan te klagen, hè? De NAVO-basis, dus dan zijn Amerikanen, die beginnen te klagen. Dat willen we niet hebben als meelopend Nederland. Dus die hebben een nieuwe wet gemaakt, die voor de eerste keer nou gebruikt is. Dat een minister rechtstreeks een kapvergunning mag geven als maar aangetoond wordt dat het nationaal belang heeft. Dus die hebben eigenlijk gezegd, burgemeester en wethouders van Schinveld, politieke partijen van Schinveld, 50.000 inwoners. Dus al die belangen schuiven aan de kant, want de NAVO heeft geblaft, dat bos moet plat. Ja. Democratie is gewoon aangetoonbaar dat dat gewoon niet werkt hier. Ja. Wat we hebben gedaan is, we hadden prefab boomhutjes bij. Dat zijn bedspiralen met een stuk plastic. En die kun je eigenlijk binnen een kwartier de boom intakelen. En dan krijg je van die dingen zoals hier boven ons hangt. Een tent, een bungelende tent. Een bungelende tent. Ja. En sindsdien wordt er overal, zoals je hoort, hard gewerkt om het kamp snel uit te breiden. Wat helemaal de gimmick is, is ook weer recht boven ons. Dat zijn die touwbruggen die je overal ziet. Dus dat wordt een heel netwerk van touwbruggen. En het grappige zou je kunnen krijgen is dat als ze willen gaan zagen aan een bepaalde boom, dan gaan we er snel heen. Dan pakken ze een andere boom, gaan we daar weer snel heen. En zo kun je met een eventueel een beperkt aantal mensen toch al een hele hoop oponthoud veroorzaken. Ik sta dus op dit moment naast het Schinveldse bos in Nederland. En als ik één stapje naar links doe, sta ik in Duitsland. Ik ben dus nu in Duitsland en ik heb geen Duitse paspoort. Maar als ik dit doe, ben ik weer veilig. You're gonna stay here? For some time, yeah. Okay, so you like it here? I mean, like is not the word. It's just an action that I spot.